Ramon Sinkeldam, deze tour is een beetje naar voor jou begonnen. Je koffer is weg. Ja. Hoe zit dat? Ja, zeg het maar. Hoe zit dat? Niks zit. Ze zitten nog in Amsterdam, die koffers. Maar niet alleen van mij, ook van Teunis en nog een paar jongens. Ja, ik heb niet het gevoel dat er heel veel gebeurt, maar ja, ik ben een van de velen waarschijnlijk. Die zal ongetwijfeld vol met kleren en zo zitten, maar wat mis je het meest uit die koffer? Ja, eigenlijk heb je niet echt iets heel erg hard nodig, maar ja, het is wel ongemakkelijk, ja. Guus Meeuwis ging ooit met zonder jas ging ik naar buiten. Is dat dan ook een beetje wat we hierbij moeten voorstellen? Nee, nou ja, we hebben natuurlijk wel wat kleding. Als wielrenner leer je als eerste dat je je koersschoenen in je handbagage moet hebben. Nou, hier bijvoorbeeld. Maar ik had nieuwe schoenen voor de Tour. Die wil je testen op de dagen met de schoenplaatjes. Maar ja, dat kan al niet. Dus ik rijd met grijze schoenen nu, helaas. Nee, maar dat soort kleine dingetjes. Je toilettas, je beugeltje in de nacht. Nou ja, dat soort kleine dingetjes. En ja goed, hij is nog in Amsterdam, begreep ik. Tenminste, ik zag een boos tweetje van Mike vanochtend. Ja, dit gebeurt vaker. Hoe lost dat zich meestal op? Ja, zeg het maar. In principe moeten ze die cover opzoeken en doorsturen. Maar we vlogen met Bueling. En dat is in principe niet de partij die het meest hun best doet. Maar goed, ja, wij zijn niet... Ja, het is even vervelend. Maar ik hoop wel dat hij terecht komt. Dat hij de komende dagen nog komt, hoop ik. Ja, en, ja goed, als hij dan niet terecht komt, kun je 3 weken zonder koffer? Alles kan in principe, maar het is niet echt wat ik graag had bedacht, nee. Snap ik, dankjewel. Is dat nu kut, want kijk, ze konden hier makkelijk.